Wow, het is rood! Het lijkt op plas. Ja, ik zie de plassen in het water. 2, 1. Wow! Ja, door bij ons mee met Jana. En Sarne zitten zusjes staan weer klaar. Hallo, wij zijn de zoete zusjes weer. En vandaag gaan we wat superleuks doen. Namelijk de spuit bepaalt onze kleur. Spuitjes vinden we het altijd een beetje spannend bij de dokter, maar vandaag zijn we wel van de spuitjes. Want vandaag bepalen de spuitjes in welke kleur wij gaan tekenen. We hebben hier een hele grote bak, want hoe werkt het? In deze bak komt straks een kleur. Wij weten niet welke kleur, nu is het gewoon doorzichtig. Maar als wij er een spuitje in doen, zo, wordt deze hele bak een bepaalde kleur. Wij weten niet welke kleur, want de spuitjes zijn helemaal afgetaped, dus we zien niet wat erin zit. Maar er komt een kleur in deze bak. En in die kleur gaan we een mooie tekening maken. Nou, het is Saar tegen Janna. Zij gaan de challenge doen. Wie maakt de mooiste tekening? We gaan iedere keer papa's jury. Die mag bepalen welke tekening heeft gewonnen. Ik ga winnen. Gaat Saar winnen? Gaat Janna winnen? Wij weten niet. Winnen. Ja, we laten in ieder geval gaan beginnen. Nog even snel een duimpje omhoog. Er zijn 5 spuiten, dus 5000 dikke duim omhoog. Voor roze om te tekenen? Een roze bloem. Of kauwgom. Flamingo. Suikerspin. Een unicorn. Ja, een unicorn. Laten we een unicorn gaan tekenen. Ja. Wauw. Kijk hoe mooi. We gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go. Vind je wel een beetje mooi, Anna? Ja. Mooie kleur roze dit is. Ik vind het wel echt heel vet. Zo, met jouw schaduw. Ik mag ook nog wat op haar pips. Zo, ik ben klaar. Oké, nog 5 seconden. Oeh, jammer. 4, 3, 2, 1 en stoppen. Nou, we zijn heel benieuwd. Ja, zijn jullie klaar om de tekening te laten zien? Zeker. Oh, wauw. Oh, die zijn allebei gaaf zeg. Oké, nou moet ik natuurlijk kiezen. Ja. Wie krijgt het eerste punt? Nou, ik vind ronde 1 sowieso al echt een topronde. Ja? Maar als ik moet kiezen tussen de 2 unicorns, dan vind ik die van... Janna het mooist. Yay! Ja, het eerste punt is voor Janna. Ja, hij is ook wel echt mooi hoor. Dat betekent voor de tussenstand 1 punt voor Janna en 0 voor Saar. En we gaan naar spuit 2. Nou, de kan met water staat er weer en nu mag ik een spuit kiezen. Dus ik kies deze denk ik. Ja, deze voor deze ga ik. Dus deze ga ik erin spuiten. 3. 2, 1. Wow! Dat lijkt geel. Het is geel. Wow, kijk dan. Het ziet er echt mooi uit, zeg. Alleen hier zo zit bijna niks. Het gaat echt heel langzaam zo. Het lijkt wel plas. Janna, jij zit er plassen in het water. Kan echt niet. Dat betekent dat we een geel iets gaan tekenen. Met naam misschien wel. Ja. Of Minion. De zon. Of een zonnebloem. Ja. Laten we een zonnebloem gaan tekenen. Ja. Die zijn super mooi. Zijn jullie er klaar voor? Zeker weten. In 3, 2, 1, go. Nou, die worden in ieder geval mooi geel. Hoe gaat het bij jou, Janna? Oh, wauw, dat wordt echt heel vet. Oh, dit worden mooie zonnebloemen.
Jij begint met de binnenkant. Ja. Ja, en jij met de buitenkant. We doen het precies andersom. Jullie hebben trouwens nog 1 minuut. Nee! Eigenlijk al ze goed zijn, maar het moet niet veel. 3, 2, 1 en stift er weer! Okay. Ja? Zijn jullie klaar om te laten zien? Ja! Oké! Okay. 3, 2, 1. Wauw! Oh, wat gaaf! Met al die kleuren geel, hé! Ja! Nou, dit zijn hele mooie zonnebloemen. Als ik een bij was, zou ik zeker even naar deze bloemen zijn gevlogen. Echt mooi! Maar wie krijgt het punt? Ik vind die blaadjes die erbij getekend zijn wel heel mooi. En die van Saar is ook al zo mooi. Nou, dit is een ingewikkelde. Ik moet kiezen, hè? Ja. Dan kies ik voor Saar. Yeah! Sorry, Anna. Yes. Ja, ik vind dat Saar het punt verdient. Dus dat betekent voor de tussenstand dat het... 1-1 staat. 1-1. En we gaan snel door naar spuit... 3. Oh nee, 3. Welke zou ik eens gaan doen? Zou ik die doen, die of die? Ik denk dat ik deze die voor mijn neus zit ga doen. Oeh, spannend! Oh, ik zie het eigenlijk al welke kleur het is. Het is... groen! Een klein beetje hier zo. Dat is vet! Ziet er zo mooi uit. Lijkt een beetje op een draaikolk. Wauw! Dat het een beetje rond zo gaat. Wat kun je eigenlijk tekenen met groen? Een boom. Een limoen. Of een plant. Gras. Een krokodil. Of een broccoli. Een broccoli! Een broccoli! Wacht eens even. Zullen we een broccoli dan gaan tekenen? Ja! Ja, lijkt wel een broccoli mannetje. Hallo! Hallo! Nou, ik heb wel zin om deze meneer te tekenen hoor. 3, 2, 1, go! Het is wel een beetje licht. Hij kijkt in ieder geval heel vrolijk, maar Mr. Broccoli. Broccoli is niet altijd perfect, hè? Is het zo? Ja. Ik zei eens de kapsel aan het tekenen van de broccoli. De pruik. De pruik. Broccoli pruik. Ja, ja. Het staat mooi. Janna is mooie schoentjes aan het tekenen voor de broccoli. Ja. Kan die lekker wandelen? Ja. Oké, okay, dames. 5, 4, 3, 2. 1 en stift er neer! Oh, 2 broccoli's! Ja, ja. Oh, wauw! Wat zijn ze mooi! Ja. Even goed kijken. Die van Janna, die heeft heerlijke schoenen met... hij wandelt op het gras, ook groen. En dan hebben we die van Saar. Oeh, kijk, die heeft echt op details gelet. Zie je dat aan de onderkant van de steel? En leuke oogjes. Janna ook. Dit punt van deze ronde gaat naar Janna! Yay! Ja, Janna heeft het punt. Dat betekent voor de tussenstand 2 punten voor Janna en 1 punt voor Saar. En we gaan door naar spuit 4. En nu mag ik kiezen en ik kies voor deze aan de zijkant. Spannend! Ik ga kijken welke kleur het wordt. Oh, het wordt rood! Kijk hoe vet de kleur! Wow, zie je deze kleur? Het is rood. Wauw, deze is wel echt heel mooi. Ja. Wow. Wat is er allemaal rood? Een roos. Of een hart. Of een paprika. Of een tomaat. Of een rode aardbei. Ja! Laten we dat doen. Kijk, wat een leuke stiften. Oh, die is leuk hè. Maar jullie hebben stiften nodig. Rode stiften. Dankjewel. Zijn jullie klaar voor deze nieuwe kleurplaat? Zeker. In 3, 2, 1, go! Lekker rood. Oeh, rode blaadjes? Ja. Ja. Saar die gaat heel precies te werk, dat hij heel mooi wordt, lijntje voor lijntje. Knap hoor, heb je geduld nodig. Kijk, Jan is meer een sneltrein, die gaat gewoon in volle vaart. Maar dan, rood is rood. Oké, nou,
Laat ze maar zien. 3, 2, 1. Wauw. Oh, dit zijn mooie, lekkere aardbeien, zeg. Ze zijn goed rood, dus dat is gelukt. Oh, mooi zeg. Maar ja, welke vinden we het mooist? Het punt van deze ronde is voor Saar. Hey. Ja, oeh, dan wordt het spannend, Janna. Want de stand is nu gelijk. Het is 2-2. En we gaan naar de laatste ronde. Ronde 5. Ja, dat is de laatste spuit, hè? Dit is de enige die nog over is, dus... Oeh, wauw. Oh, het is blauw. Wauw. Denk nog een klein beetje. Oh, dit is wel echt heel cool. Ziet er blauw. Naar beneden gaan. Heel mooi blauw. Echt heel vet. En hier donkerblauw en dan heel mooi lichtblauw. Ja. Het ziet er echt heel vet uit. Ja. Maar wat moeten we dan in blauw kleuren? Lijkt een beetje wolkerig. Ja, of misschien mijn jasje. Ja. Of een blauwe bes. Of de lucht. Een spijkerbroek. Of een smurf. Een smurf. Ja, laten we dat doen. Ja, een smurf. Okay? Let's go. Oh, een lol smurf. Kijk hoeveel lol hij heeft. Wauw, die is wel heel vrolijk. Ja. Lex hier neer. Nou, de laatste tekening. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go. Ja, dat is hem. En doe je best, hè, want het is de laatste tekening. Dus wie deze wint, die heeft gewonnen. Hey Sarah, weet je dat Smurf een staart hebben? Nee. Hier zo. Ik ging even dan zo inkleuren. Zo, blauw staartje in de house. Oh, ja. Jullie gaan goed. Nou, het wordt in ieder geval mooi blauw. Maar welke? Nou, volgens mij hebben ze ook heel veel wit eigenlijk. Volgens ja, mij. Ja, dit en dit. En dus, ja. Ik denk ook een blauw tongetje zo. Die weet die ogen. Nou, hij heeft hier ook een mooie riem. 3, 2, 1, stippen neer. Oké, we zijn klaar. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de laatste tekening. 3, 2, 1, go. Oh, wauw. Dat is goed, want kijk eens als we ze naast elkaar houden. Het lijkt wel een tweeling. Dat tweelingsmurf. Niet lolsmurf, tweelingsmurf. Wauw. Alleen net de andere kleuren. Oeh, dit wordt moeilijk. Wie krijgt het laatste punt? Is dat die van Janna? Of is dat die van Saar? Wat vinden jullie thuis? Ja, ik vind die van mij. Het laatste punt is voor... Ik kan niet kiezen. Voor jullie allebei. Ja! Ja! Dat betekent dat het 3-3 is geworden. Jullie hebben allebei gewonnen. Wauw, ja, jullie zijn allebei super in kleuren. En vond je het leuk? Dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Voor deze video. Doei!